Oh, dit gaat zo lijp worden, jongens. Imagine dat hier zo'n mega kerk staat. Oh, dat gaat zo'n goede toevoeging zijn, hè. Kwast, my man, my boy, my legend. Ik heb al zoveel dingen van jou. Helaas ben jij er ook niet meer. Wow, dit is legit echt amazing. Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een vogel op mijn schouder, jongens. En ik sta hier op de toren. Ik weet niet, ik denk ik doe een keer mijn intro gewoon lekker op de toren hier. Maar het enige is, ik word helemaal gek van die vogeltjes, zodat ze niet willen zitten. En ze maken zombiegeluiden. Ga nou gewoon een keer zitten. Oh, wat is het vervelend. Maar goed, leuk dat jullie er zijn, jongens. Mijn editor heeft weer een mooie gif. Ik denk dat binnenkort de gifs op zijn. Maar abonneer. Dit betekent gewoon abonneer. Ik heb een leuke planning voor vandaag. Er is een leuk iets wat ik wil gaan maken met jullie. Maar wat ik ook wil doen, is eigenlijk even weer wat wol neerleggen op bepaalde plekken. Op de vloer natuurlijk. Zodat ik daar gewoon nieuwe paden heb. Dus dan zouden we wol moeten pakken. Maar dan hebben we niet meer heel veel. Oeh, heb ik nog red dye? Zeg maar dat ik nog rode dye... Oh mijn god, dat heb ik niet. Maar trouwens, ik kan hier nog wel wat van maken. Zo. Huh? Oh my days. Ik heb mijn focus drink text pack nog aanstaan. Nou jongens, laten wij 50 focus drink flesjes maken. Oh my days. Het ziet er ook gewoon echt goed uit, jongens. Moet je zien. Gewoon een rood focus drink flesje. Dat geeft mij een heel leuk idee ineens. Maar voordat ik dat ga doen, jongens, echt waar ben je vogeltje? Hier. Jij gaat vastzitten aan de boom. Of aan hier. En je blijft gewoon hier, oké? Okay? Deal? Hebben we een deal? Knik even ja. Oh, hij is verdrietig. Zet. Laten wij gewoon focus drink uitdelen bij iedereen op de server. We gaan iedereen gewoon even blij maken met een extra flesje. Al moeten ze wel de text pack hebben, anders zien ze dat ik gewoon rode daar. Maar ik vind het wel leuk om ze allemaal een flesje focus drink te geven. Hierboven staan de kisten, toch? Huh? Vloer, de kisten zijn weg. Waar heeft ze die gelaten? Hier. Nee. Ah, hier zijn ze. Kijk. Laten wij dan hier in deze middelste kist... Oh nee, dat kan niet. Oh. Ja, laten we in deze middelste kist een focus drink flesje doen. Zo, doen we er 3. Vloer krijgt er 3. Samen met René. Kunnen ze wel die laatste kunnen ze lekker overvechten. Zo, zijn we ook aangekomen in Kingdom Couch, jongens. Want daar gaan we ook even een focus drink flesje achterlaten. Als ambassadeur van focus drink is het al belangrijk dat je af en toe even je taken voldoet, hè. Nou, ze hebben mijn boekje helemaal niet gelezen waarin ik ze uitnodig. Dat ze bij me komen wonen. Oh, stik er dan maar in. Dan krijg je ook gewoon geen focus drink ook. Als ze dat niet eens lezen. Zonde weer dit. Weet je, dan hou ik die laatste 47 wel voor mezelf, jongens. Hier doe ik voor vandaag een focus drink flesje op mijn hoofd. Is wel leuk, toch? Allright, maar mijn planning is om hier Jordi's huisje te maken. Voor die samen met Justin, waar die wil gaan wonen. Die willen met z'n tweeën hier gaan wonen namelijk. Maar daarvoor moet het terrein net wat platter gemaakt worden. Ruimte worden gemaakt voor een huisje. Ja, of Floor ging het maken trouwens. Oké, daar wacht ik dan nog maar heel eventjes mee. Want ik weet nog niet of ik dat ging maken of dat Floor dat ging maken. Er is wel wat anders wat ik heel graag wil gaan maken, jongens, deze aflevering. Laat ik daar de spulletjes even voor pakken. En dan gaan we gewoon gelijk aan de slag, zou ik zeggen, toch? Mijn planning is namelijk, jongens, ik heb hier allemaal spulletjes om hier naar rechts te gaan met het pad. Het pad dan een beetje langs het kasteel zo te laten gaan. Om er dan vervolgens hier een kerkhof te bouwen. Met een kerkje erbij en weet ik wat, in het hoekje leuk zo. En dan kan je het mooi tegen het kasteel aanbouwen. Er is genoeg platte ruimte hier. En je kan gewoon een heel soort, ja, nou, kathedraaltje, een leuk kerkje erbij bouwen. Dat lijkt mij serieus heel leuk. Dus laten wij hier even een stationnetje neerzetten waar ik ga bouwen. Hier wat steen in doen. Zo, hoppakee. Het enige is dat ik weinig cobblestone heb. Maar de echte OG's van Content Veen. Die weten dat ik in de allereerste afleveringen had ik altijd een soort mine naar beneden onder mijn kasteel zitten. En volgens mij heb ik die gewoon nog. Kijk, als ik dan hier naar beneden ga, onder mijn kasteel, en dan hier gelijk naar links. Of hier, waar zit dat nou? Hier, kijk. Ja, hier. Oh, dit is oud. Wow, dit is heel oud. Kijk, en dat ging dan helemaal dwars naar beneden daar. Nou, laten we deze mijn maar gewoon weer een keertje gebruiken. Ik ben aan het minen, jongens. En eigenlijk het enige wat ik aan het minen ben is diorite. En ik heb nog maar 20 cobblestone. Dus laat ik even iets hoger gaan. En daar dan gewoon gaan hakken. Zoals hier of zo. Want het is echt een beetje teleurstellend hoeveel cobblestone ik nog gehakt heb. En dat is lijkt de enige reden waar ik voor kom. Dat ik gewoon cobblestone nodig heb. Gewoon te weinig. Dus laten we hier even een extra mandje maken. Had ik ook gelijk even wat mos meenemen. Want ik weet natuurlijk dat ik heel veel van die mossy bricks en mossy cobblestone wil hebben. En ja, dan is mos toch wel een benodigd ingrediënt, jongens. Zo, laat ik het even belichten, want het is donker en ik kan niet slapen door jij een stinkzombie. Maar als je afvraagt, waarom wil je eigenlijk een kerkhof maken, Max? Wat is dat vet random? Nou, ik heb natuurlijk al mijn lieve diertjes die helaas niet meer aanwezig zijn op deze Minecraft-wereld, zoals Kwast. Au. Zoals Vlek. En zoals dode kwasten en zo. En die wil ik eigenlijk allemaal een rustig plekje geven om gewoon te kunnen, ja, rusten. Te kunnen slapen. Dat hebben ze nu niet. Ze zijn nu verspreid door mijn kasteel. Op plekken waar ze niet thuis horen. En dan kunnen ze gewoon lekker rusten in vrede. Daadwerkelijk. Alright, cobblestone is binnen. Ook best wel wat gelijk. Nu doe ik de focus drink hieronder. Laten we dan gelijk beginnen met even bouwen. Althans, dat zeg ik wel heel leuk. Maar ik moet eerst natuurlijk alle omstandigheden hier weghalen. Zoals de bomen, de paddenstoelen, weet ik wat allemaal. Tamagon. Oh.
Jongens, kijk eens wat ik van René allemaal krijg. Ik heb alleen niet genoeg ruimte, dus ik kan die allemaal bij me houden. Maar René heeft me een hele goede toei gegeven. Gewoon allemaal extra cobblestone en zo. Ik ben even wat dirt zelf ophalen. Ga ik nu ook de shortcut nemen. Ik ga niet weer helemaal via het pad. Want als het goed is, kan ik hier gewoon naar beneden springen. Ja, kijk, hier kan ik. Hoppakee. Had ze flat. Dirt of cobblestone mag hierin. Oh, kijk wat de cobblestone ik dan heb. Dirt kan hierbij. Samen met stone. En die scharen, die heb ik dan ook top. Want daar kan ik gewoon even. Allemaal die dingen hiermee weghalen. Al die blaadjes die vet vervelend in de weg zitten. Zoals dit. Hier kijk. Oh, dat is zoveel chiller. Nee! Oh! Ik heb een vogeltje doodgeslagen. Ik was gewoon lekker dirt aan het hakken. En in één keer komt die voor me vliegen. Het was oprecht niet mijn bedoeling. Oh, met de Justinjager. Man. Nou, dan kan ik gelijk. Ik vind het echt sneu. Hij was gewoon lekker bij me aan het vliegen. Hij was in mijn mental support. Man. Wat sad. Ik had hem niet eens een naam gegeven. Nou, ik maak in ieder geval gelijk al een graveyard voor hem. Dus hij heeft gelijk een mooi plekje. Allemaal even een F voor het lieve vogeltje in de chat. Oh, in de chat. Dat zeg ik nou gewoon in de reacties onder deze video. Alright. Mijn terreintje is lekker plat gemaakt hier. Ik denk dat het voor nu wel even genoeg ruimte is. Misschien dat ik die bomen daar ook even weg moet halen, dat het iets breder is. Maar laat ik beginnen met... waar ga ik mee beginnen? Ik denk dat ik gewoon moet beginnen met de kerk zelf die erbij staat. Ik wil natuurlijk een leuk kerkje neerzetten. Dus laat ik daar maar gewoon mee beginnen. Ik ga eerst de vorm even maken. Dat is nog best een dingetje hoor, de vorm. Hoe ga ik dit leuk doen? Ik denk dat ik hem oprecht gewoon te groot ga maken, maar dat zal wel. Hè? Moet kunnen, jongens. Dat moet gewoon kunnen. Oh, waarom begin ik aan weer zo'n groot gebouw? Mijn kasteel is letterlijk net gewoon af van buiten helemaal. En dan begin ik gewoon alweer aan een veel te groot gebouw hier van steen. Wel leuk in dezelfde stijl. Dat vind ik wel weer even leuk. Het is een tijdje geleden dat ik met stone en stone bricks, andersom stone bricks en cobblestone, dat ik daarmee gewerkt heb. Dus het is wel leuk om dit weer even te doen. Hij begint al goed vorm te krijgen, jongens. Ik heb het even lekker dag laten maken door gewoon te pitten. Ik ben nu bezig met gewoon puur de outline, zoals gewoonlijk. En ik merk dat ik wel weinig ruimte hier nu heb. Ik ga het niet helemaal weghalen nu. Maar dat betekent dat daaromheen. Dat ik een beetje moet gaan terraformen. Omdat ik daar natuurlijk dan ook de graven wil maken. Omdat het groter wordt dan verwacht. Maar dat gaat wel goed komen, joh. Dan ga ik een beetje de omgeving wat minder stijl maken. Boompjes weghalen. Nieuwe boompjes terugplanten op andere plekjes. Komt helemaal goed, joh. Oh my days. Ik heb hem echt veel te groot gemaakt. Ik zeg het al de hele tijd. Maar ik kan. Wacht, ik ga jullie wat leuks laten zien. Dit gaat ongeveer een beetje de vorm zijn van de kerk. Dit wordt dan de voorkant. Klein stukje. Hier heb je hier het tussenstuk. Veel te groot. En naar de toren achterin ook veel te groot. Maar deze toren, die hangt echt ver boven een grote, ja, wat is het, vallei. En hier beneden ben ik heel vaak in mijn streams geweest, want daar hebben Reno en ik heel veel gemined aan het begin. En daar heb ik heel veel zombie villages vandaan gehaald. Maar dat is volgens mij deze mine. Dus ja, het ding is, jongens, we moeten wel echt binnenkort dan ook hier onder het terrein eventjes netjes aan laten sluiten. Misschien dat ik dan, in plaats van met dirt het zo naar beneden laat lopen, dat ik het juist zo, soort van, met steen naar beneden laat lopen. En dat het eigenlijk een soort rots is. Dat is denk ik wel heel gaaf. Laat ik er gelijk een houten vloertje in doen, trouwens. Want dat is best wel belangrijk om een beetje effecten van te krijgen. En ik denk dat, ja, hetzelfde als wat ik daar ga doen. Ik begin gewoon met een houten vloer en daarna kan ik de details altijd nog eraan toevoegen. Oh, maar deze, ik heb mijn crafting table helemaal nog niet geplaatst. Alles behalve de crafting table. Oh, dit brengt gewoon terug naar de eerste paar episodes van Content Veen. Dit brengt me terug to the days, man. Dat ik gewoon een vorm heb gemaakt en daarin ging ik het helemaal opvullen met slabs van deze, van die dark oak slabs. En kijk wat het nu is geworden. Ooit kijken we ook terug op deze episode en denk, wow, hier was jij maar nog niet klaar met die kerk. En dan inmiddels hebben we natuurlijk al een heel paradijs nog meer gebouwd hieromheen. Jongens, reageer even onder deze video. Het lijkt me wel heel leuk om te weten. Welk seizoen van Content 2 vonden jullie leuker? Vinden jullie het huidige seizoen, de seizoen 2, leuker? Of seizoen 1? Dat is het vorige seizoen. Zo, en het is helemaal opgevuld. En dat geeft gelijk al gewoon een beetje een gevoel van we zijn iets leuks aan het maken, jongens. Het is niet meer nu gewoon een paar lijntjes en zo. Het wordt nu echt een fundering van een huis. Laat ik er nu ook wat cobblestone erheen doen, want je ziet het, het moet wel in dezelfde stijl en het moet matchen met dat. En dit is natuurlijk half cobblestone, half gewoon normale steen. Dus dan mogen we weer lekker aan de slag. Laat ik gewoon beginnen met de voorkant. En dan werken we daarna langzaam richting de achterkant en dan de toren als laatst. En daarna uiteindelijk pas de omgeving. Waar Dooikwast en ons nieuwe vogeltje rustig kunnen rusten. Zo, ingang is gemaakt. Moet ergens beginnen. Trouwens, hier wil ik helemaal geen ingang hebben. Ik wil niet dat dit de ingang wordt. Ik heb een veel leuker idee. Ik wil namelijk dat hier een pad langs de zijkant komt hier. En dat het hier helemaal de ingang is van de kerk. Dit is toch een veel leukere plek. Is dit zo? En dan hier steekt het ook een beetje uit, die ingang. Daarom had ik ook die vormpjes zo gemaakt. Ik denk dat dit veel leuker is, om hier zo'n zijingangje. En hetzelfde aan de andere kant natuurlijk, dat je gewoon van twee kanten erin kan. Kom je bij een veel leuke plekje naar binnen. En dan kan ik hier een mooi glazen lood aan de zijkant doen, denk ik. Oeh, dat is wel leuk. Dat je dan hier komt, dat je hier al meer ruimte hebt, ook voor gewoon grafplekken en zo. En in plaats van de ingang gewoon wat glazen lood. En misschien een klein deurtje natuurlijk, maar hè, dat kunnen we altijd nog beslissen. Nou, trouwens, voordat ik daar ga beginnen, ga ik gewoon aan de zijkant hier beginnen. Eerst wat ik denk ik het beste kan doen,
is gewoon helemaal de muren maken. En daarna laten pas de details en de ramen en zo erin en weet ik veel wat. Ik ben intussen lekker rustig wat muurtjes aan het maken zoals ik dacht dat ik het zou willen doen. Echt, oogt het wel een beetje plat, maar dat maakt niet uit. Want dat ook altijd. En met zo'n mega groot gebouw is het ook onmogelijk natuurlijk om het consistent niet plat te houden. Maar als je het zo ziet, dan komt het wel goed. Ik heb er veel hoop in ieder geval. Alright, dat ziet er dan op zich alweer lekker goed uit. Maar ik wil natuurlijk nog steeds het doel van deze video behalen. En dat is het feit dat ik even een leuk plekje ga bedenken voor al mijn lieve diertjes. Dus laat ik ze tijdelijk even allemaal verzamelen. Want ik heb van alles en iedereen heb ik nog wel wat bewaard. En dat dan daar neerzetten. Wacht, trouwens, eventjes kijken hoe het er vanaf hier uitziet. Gaat het er... Oh, dit gaat zo lijp worden, jongens. Imagine dat hier zo'n mega kerk staat. Oh, dat gaat zo'n goede toevoeging zijn, hè. Van een soort los groot gebouw ernaast. In het één op één dezelfde stijl ook. Dus het matcht gewoon. Kerkhof hier een beetje. Oh, hij gaat... Ik denk qua hoogte dat hij misschien net zo hoog als dit wordt. En dan de toren erachter. Ja, die wordt gewoon wat hoger. Ja, dat gaat lijp worden. Zo, kom maar hier, vlek. Je mag eindelijk van de muur af. Kwast, we gaan jou ook ophalen. Ik heb hier overigens ook het zadel. Dit is het zadel van dode kwast. En dan heb ik hier... Oh, dit is zo erg, jongens. Hier ben ik nog steeds verdrietig over. Kwast zelf. Het zadel van kwast. En het touw van kwast. Of het lied. We gaan hem nu een tijdelijk graf even geven, allemaal. Die wil ik uiteindelijk mooi verplaatsen. En dus ja. Maar ik vond het wel prima om ze nu eventjes gewoon een leuk plekje te geven. Laten we de graven dan maar ook zo doen. Hier wil ik een kist. Hier wil ik een kist. Hier wil ik een kist. Dan in het midden hebben wij kwast. Hier vlek. En hier dooie kwast. Vogeltje moet ook nog een plekje krijgen, besef ik nu. Zie hier. Dooie kwast zijn zadel. Dat is alles wat ik nog van hem heb. Dankjewel, dooie kwast, voor je tijd. Kwast. My man, my boy, my legend. Ik heb al zoveel dingen van jou. Helaas ben jij er ook niet meer. En dan hebben we hier Vlek. Vlek is vermoord door Bram. Ik zal nog eens een keer wraak moeten nemen. Dankjewel, Vlek. Oeh, dan moet ik eigenlijk nog even... Oh, wacht. Ook nog even bloemetjes halen. Laat ik dat even halen. Trouwens, ik heb hier rode dye. Laat ik die gewoon hier, hier en hier gebruiken. Kwastdooi, kwast de Vlek. Even snel bloemetje halen is wel leuk, denk ik. Ik mag er eentje echt niet vergeten, jongens. Dat vind ik heel lullig als ik dat doe. Dus laat ik nog eventjes één laatste graf maken. Zo. En die noemen we Vogeltje. Arm Vogeltje had het niet verdiend. Hij had veel beter verdiend. In plaats van een kistje. Het enige wat... Ik heb niks van hem over, maar hij verdient gewoon een lekker weedzaadje. Want ik weet dat hij dat super lekker vond. Maken we het ook dicht, het graf. Zetten we bij elke zetten we een bloempotje neer. En omdat ik eigenlijk niet zoveel bloemetjes heb, krijgen ze allemaal een item wat ik in de jungle kan... Wat ik in de dark ook kan vinden. Ik weet niet waarom ik het jungle ding is bij Vlek doe. Vind die vast wel leuk. Oh nee, trouwens. Die doen we hier, want ik heb dooie kwast van René gekregen. Jij krijgt ook een focus drinkje, vogeltje. Dan die mooi hier. En wat gaan we vogeltje geven? Een dark oak sapling. Hoppakee. Jongens, dankjewel voor de tijd. Ik kom nu even een verdrietig muziekje. Oké, we kunnen door met ons leven. Ben ik trouwens een dier vergeten of niet? Jongens, als ik nu een diertje ben vergeten wat ook dood is gegaan en komt uit veen, moet je het even in de reacties laten weten. En dan ga ik me heel schuldig voelen, want man... Dan ben ik hem gewoon vergeten. En dan nu ga ik heel even onderweg naar de jungle. Want René heeft mij verteld dat haar draak officieel af is. Zoals je al misschien gezien had in eerdere episodes. René die heeft een leuke draak gemaakt. Een soort grote stenen draak. En daar is ze erg trots op. Dus die wil ik heel graag even zien. Nou, daar zijn we dan aangekomen. En ik denk dat ik hem wel gelijk al kan zien hier. En hij is... Ja, daar heb je hem. Oh, wat ziet dit er nu al lijp uit. Oh, wacht even. Ik ga even een beter... Even een beter punt vinden. Oh my days. Kijk hoe lijp dit is, jongens. Wow. Dit is legit echt amazing. Die vleugels eraan. Die lampjes die eraan hangen. Dat rook wat uit zijn neus komt. Oh, wat is hij gaaf. Ja, hij is echt goed gekeurd wat mij betreft. Eigenlijk moet ik ook een keer een standbeeld maken. Hè? Ik weet alleen niet zo goed van wat ik een standbeeld moet maken. Laten we hem nog heel even vanaf dit punt bekijken. Oeh, ja. Wow, hé. Ik vind het vooral lijp met al die details die eraan hangen en zo. Dat maakt het serieus echt heel cool. Mijn farm is trouwens ook helemaal volgroeid, hè, jongens. Moet je zien. Hier ben ik oprecht blij mee, want dit is wat ik vorige episode zei. Ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien als het helemaal volgroeid is. En, oh, kijk nou. Maar, waar ik even voor kom hier, is iemand heeft me een tip gegeven. Ik moet hier eigenlijk ook gewoon vensters in plaatsen. Zodat ik niet telkens in het water kan vallen. En dat is wel heel slim. Dus laat ik even wat vensters bij elkaar rapen. Alright, ik heb gelijk wat lanterns meegenomen, want ja, die toortjes, wat ik al eerder zei, daar ben ik niet een groot fan van. Maar, dat kan ik toch gewoon zo doen. Ja, dat is beter, ouwe. Wow, ik weet niet wie die reactie gaf, maar het is een hele goede reactie. Nee, jij gaat even weg. Ik heb geen zin dat jij me aan gaat vallen. Laat maar met rust. Ga weg. Hier, hoppakee. In ieder geval ook alle toortjes moeten even vervangen worden. Want lanterns zijn 10 keer mooier dan toortjes. Zo, hoppakee. Deze mag ook gone. En de floor moet eigenlijk nog steeds even een mooie windmolen maken hier. Een kleintje gewoon hoor. Ik bedoel, het hoeft geen grote te zijn. Maar het zou wel leuk zijn als zij dat hier doet. En dan floor eigenlijk gewoon de... Zeg maar gewoon de leiders zijn van dit dorp. Die gewoon beslist hoe en wat. Vind ik wel leuk. Samen met René. Alleen ik weet dat floor het leuk vindt om... dat soort dingen te bouwen volgens mij. Zo, kijk het verschil nu al, hé. Oh, ik heb er eentje gemist. Oh...
Deze ga ik ook gewoon vervangen, want die vind ik nog steeds wel leuk staan. Ik bedoel, dit is beter, dit. Maar ik vind het nog steeds leuk staan. Gewoon die toortjes in het midden, weet je. Of die toortjes, die paaltjes met daarop dan nu lanterns, zoals dit. Hier. En die laatste, die mogen we, waren we natuurlijk vergeten. Maar dat is nu opgelost. Zo, hoppakee. Wat een verbetering, hé. Oh, ik zie er daar nog een, maar dat komt wel in de toekomst. In ieder geval, dit maakt het wel een stuk leuker. En hier nog een lanterntje. Hier nog een lanterntje. Ja, dit pad moet ook nog een keer geüpgrade worden. Maar trouwens, ik zeg wel heel leuk maar. Maar volgens mij heb ik gewoon, ja, ik heb gewoon de goede materialen daarvoor op het moment. Om dit te doen als het ware. Wat goed. Ik kan gewoon het pad even verbeteren. Het is vet vervelend als je telkens een sprongetje moet maken op een pad. Je wil natuurlijk gewoon door kunnen lopen. En dat is gewoon goede toeien dit nu. En jongens, zouden jullie leuk vinden als we in een van de aankomende episodes weer naar de end gaan. En dat we daar eindelijk een keer die enderdraken verslaan. En dat we dan met Elytra's rond kunnen vliegen. En dan kunnen we een keertje mijn kasteel van boven zien. Want oh mijn god, wat ben ik daar benieuwd naar hoe het eruit ziet als ik er gewoon even overheen kan vliegen een beetje, weet je. Dan zie je volgens mij pas hoe een groot megakasteel het is. En we moeten een keer een netherportal upgrade doen. Maar die wil ik ook een beetje iets meer in de buurt van mijn kasteel zelf. Of gewoon een leuke plekje in het dorp. Maar dat zien we nog wel. Maar voor nu jongens ga ik deze video afsluiten. Het is een iets kortere video dan normaal. Denk ik, weet ik eigenlijk. Wie weet duurt hij wel net zo lang. Maar dat komt omdat ik nog veel moet opnemen. Ik ben, terwijl je dit kijkt, ben ik lekker aan het skiën in Italië. Terwijl je deze video kijkt, ben ik volgens mij al bijna terug zelfs. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer zeker even als je het niet hebt gedaan. Like ook even. We gaan voor 3000 likes weer. Kijk ook deze video, want wauw, dit is zo'n mooie video. Ik denk dat deze video nog leuker is dan de huidige video. Ik weet niet waarom ik dit altijd doe. En dan nu spreek ik laatst glaasje water. Tot vier flesjes bier van begin.